Het lijk dat vanmorgen op een onbewoond terrein op de hoek van de Hoge en Fred Derbystraat is gevonden, is het stoffelijk overschot van de 64-jarige Herman Sadi. Dit bevestigt politiecommissaris Guno Rozenhof. Sadi zou aan een natuurlijke dood zijn gestorven omdat er vooralsnog geen sporen van misdrijf zijn gevonden op het lichaam. Uiteindelijk moet de lijkschouwing uitwijzen wat de doodsoorzaak is, zegt Rozenhof. Het ontzielde lichaam van de man was in verre staat van ontbinding. Sadi is 3 dagen geleden als vermist persoon opgegeven door zijn familie. Politiecommissaris Rozenhof vermoedt dat de man langs de straat moet zijn gevallen waar hij is overleden. Na obductie zal het lijk worden afgestaan aan de familie voor de begrafenis. Volgens de politietopman kan dat morgen reeds het geval zijn.